Wie is dit? Een Saartje. Van de ene op de andere dag krijg je te horen, ja, we gaan je kat ontvoeren. Nou, dat is een beetje vreemd natuurlijk, ja. Saartje is een van de vele katten in de buurt die deze speeltuin ook als hun speeltuin zien. Maar dan vooral 's nachts, om hun behoefte te doen. En dat zijn de vrijwilligers van de speeltuin goed zat en daarom deden ze deze briefjes bij de buurt in de brievenbus. Ik vroeg me af of het serieus was, dus ik heb via Facebook aan ze gevraagd, meen jullie dit nou? En ja, was de reactie. Maar we zijn er alweer op teruggekomen, we gaan nu de poep maar in de brand gaan gooien. Dus van de ene verbazing in de andere mag ik wel zeggen, ja. Nou, zoals te zien is hier een hoop grond met zand waar katten wel van houden om hun behoefte te doen. Dus 's ochtends dan gaat als eerste actie een vrijwilliger de tuin langs om overal kattenpoep op te ruimen. En er komt per dag wel dan een halve emmer aan poep tevoorschijn. Dat is echt een probleem voor jullie? Dat is echt een probleem, ja. Ik wist niet dat het probleem zo groot was, want ik had er nog nooit iets over gehoord. En we zijn toch grote mensen, daar kunnen we het toch over hebben om daar dingen op te verzinnen, om het probleem te verminderen of aan te pakken. Het is een beetje geëscaleerd afgelopen weekend, omdat een aantal vrijwilligers zo gefrustreerd waren door de vele kattenpoep. En die hebben toen een beetje onderdachte actie uitgevoerd. Dat was niet zo'n goed idee? Dat was niet zo'n goed idee, nee. Maar dat heeft wel voor veel onrust in de buurt gezorgd? Het heeft een heleboel onrust veroorzaakt in de buurt. En ja, dat is jammer dat dat zo gelopen is. En daarom heeft de speeltuin al een excuusbrief bezorgd bij de buurt. Maar het is nog wel onduidelijk hoe het probleem met de kattenpoep nu opgelost moet worden.